Vandaag hebben we een schoonmaakactie met de jongeren van La Tour. De hele goot hier was helemaal vol met rommel, zoals je achter ons ziet. En doordat het zo vol is met zoveel afval, kon de doorstroom niet plaatsvinden van water. En dat zijn we nu bezig even schoon te maken. En wie zijn we? We zijn het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En de sponsoren en de buurt jongeren van La Tour zelf. Waarom doen jullie dit? Is eigenlijk om een bewustwording eigenlijk bij de jongeren te creëren. Om ze vanaf jongs af te leren van om hun milieu schoon te houden. Zo, in die zak. Afval is niet alleen een probleem in Suriname. Afval is een probleem over de hele wereld. Naar gelang onze consumptie toeneemt. Naar gelang we meer willen hebben, meer willen bezitten en meer willen consumeren, merken we dat er ook meer afval ontstaat. En het afval die vormt vandaag de dag een grote bedreiging voor de mens. En niet alleen voor de mens, maar ook voor onze dieren. Ook de dieren die we hier niet zien. We weten dat al die petflessen die we hier ergens gooien, dat ze uiteindelijk ergens in zee terechtkomen. En schildpadden hebben er last van, ook onze grote zeeschildpadden. Ja, andere dieren, vissen hebben er last van en noem maar op. De essentie van vandaag is dat jullie bewust worden van je eigen omgeving. Dat uiteindelijk het niet de overheid moet zijn die steeds voor uw deur komt om schoon te maken. Want geloof me, geen enkele overheid is daartoe in staat, ook al heb je heel veel geld. Het zal moeten beginnen bij onszelf, in ons huis, op ons erf, ervoor en in je straat. Een mooie omgeving zal je gelukkiger maken, zal je gezonder maken. Blijft het bij deze ene dag? Nee, natuurlijk niet. We proberen dit eigenlijk veel buurten ook aan te doen. We zijn hier begonnen. Dit is eigenlijk ons pilotproject. En we proberen het natuurlijk in cycles te doen. Dus hopelijk weer in december hebben we weer eentje misschien. En zolang er ook de sponsoren ook willing zijn natuurlijk, proberen we dit zoveel mogelijk te doen. Zodat iedereen eigenlijk in Suriname bewust is van wat we aan het doen zijn. Bepaalde buurten zijn echt vuil, dus we moesten schoonmaken. De zon was wel vuil, maar het is wel gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja, we hebben hard gewerkt. Het was niet zo moeilijk, maar laat ik zeggen, het was gewoon zelf veel. Ja, maar met ons team hebben we het wel sneller kunnen doen. Wel. Ik hoor iets erin. Nee, het is aan het water. Wat zijn jullie allemaal tegengekomen? Flessen, zakken, tassen, ja, eten, spaarpotten. Wat nog meer? Tandenborstels. Ja, tandenborstels hebben we ook gevonden. En een bal. Ja, een bal. Ja, en we hadden ook een zakdoeken en pangies gezien. Wat wil je aan die mensen zeggen? Hou je land schoon en je omgeving. Gooi je vuil in de ton, niet op straat. Ja. Want zo kunnen al die goten verstoppen, dan kan het water niet verder lopen. Ja. Wat wil je aan die mensen zeggen? Hoi. Kent die IB niet zoveel vuil in het grote gooien? Zo kent die het IB recyclen, net als flessen, in een ton zetten, in die recyclebin. Als je vuil hebt, ruim het op, zet het in een vuilniszak. Geef het aan de vuilnisophaaldienst. Gooi geen vuil gewoon in de goten, langs de straten. Gooi het gewoon in een vuilniszak of een ton en dan geef het aan de vuilniswagen.
die plaats schoon? Toch wel. Het is beter geworden, want het beter, was en bepaalde plekken gingen echt ruiken. Ja. Ja. Dus dit was toch wel belangrijk. Die kinderen werken heel erg hard. Gaan ze met lege handen naar huis? Oh nee. Die kinderen krijgen vandaag ook een presentje erbij. Een waardebon van Beirut Bazaar ter waarde van 500 SRE. En daarmee kunnen ze hun schoolspullen kopen. En daarmee wilden we eigenlijk een beetje heel helpen. Dus ja, de buurt helpen, de buurtjongeren helpen. Om zodat ze ook het schooljaar, volgend schooljaar weer fris kunnen starten. Wat is dat ding? Go! Ik ken alleen dit.